Ik wil rijk worden. Dat zit zo. Ik heb een waanzinnig hoog IQ. Ik zie er heel goed uit. Dat is allemaal leuk meegenomen. Maar daar heb je niks aan. Ik ben arm. Ik heb, hoeveel heb ik nu? 50 euro in mijn zak. Een paar duizend euro op mijn rekening. Ik ben niet rijk. Ik wil rijk worden. Dat wil ik mijn hele leven lang al. Nu kreeg ik opeens pas een idee hoe ik rijk kan worden. Ik zag die commercial van Robeco voor een klimaatneutrale hypotheek met dat hockeymoppie, met die prachtige exotische naam, Fatima en nog iets. En ik dacht, hey, klimaatneutrale producten, dat is het. Toen ben ik in de supermarkt gaan kijken. Je hebt klimaatneutraal ijs van Ben & Jerry. Je kunt klimaatneutrale rozen bestellen. Gulpen heeft een klimaatneutraal biertje. Je kunt klimaatneutraal fotograferen. Toen heb ik eens even nagedacht, wat ontbreekt er nou op het klimaatneutrale vlak? En ja, dan heb je het voordeel als je zo'n hoog IQ hebt. Ik ben gaan kijken, hoe zit dat nou met het klimaat? Het grote probleem met het klimaat, dat is de mens zelf. De mens die ademt CO2 uit en dat is levensgevaarlijk, dit gas. Het is ontzettend gevaarlijk, daar verandert het klimaat door. Dus hoe kun je het klimaat beschermen? Door klimaatneutraal te vrijen. Dus ik weet eindelijk hoe ik rijk moet worden. Ik ga condooms inkopen. Die ga ik voor de dubbele prijs verkopen. En dan zet ik erop klimaatneutraal vrijen. En dan is iedereen bereid om die dubbele prijs te betalen. Word ik eindelijk rijk.